Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19 Ravenport. Welkom al jongens, super tof dat jullie er allemaal vandaag weer zijn. We zijn weer teruggekeerd, we gaan vandaag weer eventjes lekker aan het werk, want ik wil eigenlijk graag een nieuwe tracker kopen. Wat ik graag zou willen is die Valtra wegdoen en een Dutch Agrostar kopen. Die tracker die heeft namelijk 143 pk en die Valtra A-serie die kost, eens even kijken waar die tussen staat, 65.000 euro. Dan heb je 100 pk. Maar als we dan, even kijken, configuratie 500 kilo, kunnen wij motor nog aanpassen? Nee. Voor 65.000 euro heb je dus 100 pk. En als we dus die Dutch Agrostar gekopen hebben, we dus 143 pk. En dan kunnen wij, ik wou zeggen, dan kun je andere motor in doen, maar dat kan niet. Maar dan hebben we in ieder geval een iets sterkere trekker. Dat wil ik vandaag eigenlijk doen, want ja, ook het dashboard van deze Valtra vind ik ook niet echt heel mooi, als ik heel eerlijk ben. We gaan eerst de trekker eventjes repareren, want dan krijg je namelijk meer geld voor terug. En daarna wil ik namelijk even de Dutch Agrostar kopen. Zodra dat klaar is, wil ik veld 19 gaan inzaaien. En in ieder geval, ja, ik weet nog niet of we daar gras in moeten gaan doen, of dat we oh, we kunnen ook vanaf hier verkopen, ja? Waarde, 52 euro. Nee, ik wou zeggen, je kunt hier dan niet verkopen. En dan wou ik veld 19 wou ik eigenlijk inzaaien, maar ik weet nog niet met wat. Ja, we kunnen er gras van maken, dat we nog een extra grasveld hebben. Dat kan. Maar hè, zouden we dan niet iets te veel grasveld hebben? Want we hebben nu al twee velden met gras. Dus ik denk dat we dat kleine stukje, dat we dat gewoon als veld doen. Hè? Gewoon gewas in gaan poorten. Of planten. En dat we dan in principe wel zien of we er ooit nog gras van gaan maken. En desnoods kunnen we ook nog veld 18, wat we laatst hebben gekocht. Veld 18 kunnen we daar nog omzetten om daar een normaal gewas in te doen. En veld 19 helemaal vol met gras te plaatsen. Dat kan natuurlijk, daar komen we zelf achter. Maar ik denk dat we nu allereerst gewoon eventjes veld 18, of veld 19, wat we hebben geploegd, dat we dat gaan inzaaien. En wat daarachter ligt, wat nog helemaal vol met onkruid en weet ik voor wat zit, daar gaan we wel gras inzaaien. En niet het hele veld. Ik denk dat dat de plan de campagne voor vandaag is. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst deze Valtra gaan we verkopen. En dan gaan we die, hey, dit is ons veld. Oh, ik zit niet op te letten. Ja, klopt. Ik wou zeggen, dit is ons veld. Dat zag er een beetje raar uit vanaf de cabine. Maar dan gaan we die, we gaan dit ding eerst eventjes verkopen. Dan gaan we de Dutch Agrostar kopen. Daar hebben we toch wel een Dutch, uiteraard. Dus daar ben ik wel weer blij mee. En ik hoop nog dat de Swerve serie ook nog terugkomt. Dat zou ik wel super tof vinden, dat die als mod komt in de mod-hub. Zou heel mooi zijn. Maar dan vraag ik me toch af waarom ze dat dan niet gewoon in de standaard game hebben gedaan. Waarom moet het als mod en niet gewoon standaard in de game? Het maakt op zich niet uit, het werkt in principe hetzelfde, maar ja, ik zou het toch wel jammer vinden. En we moeten die pallets moet nog een keertje ophalen. Maar ja, we gaan eerst even deze Valtra A-serie. Volgens mij kregen we iets van 53.000 euro voor ofzo. En nu krijgen we, oh, even opslaan. 42.000, volgens mij is hetzelfde. Nee, maakt ook niet uit. Het voertuig, werktuig is verkocht. Nou, dan gaan wij de Dutch Agrostar kopen. 661. Nokian Tires. Ja, weet je, op zich, op deze trekker ziet het er niet heel erg verkeerd uit. Vind ik zelf. En dan hebben we nog standaardbanden met wielgewichten. Nou, dat is misschien, dat vind ik dan weer niet mooi. Brede banden. Ziet er wel echt, die camera moeten ze ook fixen. Ik kan normaal niet, laat mij gewoon die camera hebben. Dankjewel. Kijk, wielgewichten, brede band is toch wel dik, hè? Dubbele achterwielen ziet er ook super dik uit. Goh! Smalle banden, ja, dat moeten we sowieso hebben. Of dat doen we met de Nieuw-Holland. Maar ik denk dat we brede banden gaan doen. Kostte 97.800 euro. Is behoorlijk wat. Maar daar hebben we een hele mooie trekker voor terug. En zodra we wat meer geld hebben, dan gaan we namelijk ook, we kunnen dat in principe nu nog wel doen, dat we direct de Nieuw-Holland T6, dat we die gaan verkopen, dat we een grotere trekker erbij kopen. Maar voorlopig doen we het hier eventjes meer. Nieuwe trekker, nieuw geluid, andere interieur, ik weet niet of het kniplicht en zo doet, volgens mij niet. Maar ja, er zit hier in ieder geval ander geluid in, dus dat is op zich ook wel geinig. En de gaspedaal werkt zoals je ziet.
Dat werkt hartstikke mooi. Dan hebben we in ieder geval weer een deur. Yay! Nou, dan, we kunnen in principe... zullen we alvast gaan slapen? Of? Nee, ik denk dat we direct deze trek even aan het werk zetten. Wat nog niet... Eigenlijk zullen we dan direct eventjes veld 19 gaan inzaaien. Ik denk dat dat wel een hele goede is. Dan is het misschien een beetje avondwerk. Maar dat we dat in ieder geval alvast gaan inzaaien. Want als we zo meteen gaan slapen, dan kan het alvast groeien, snap je? Want er moet ook landbouwkalk overheen. Dus of we moeten eerst even landbouwkalk gaan doen. Laten we dat eerst doen. Ja. Ik zit echt allemaal dingen te vertellen en te doen. Het is echt ongelooflijk. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen. We gaan eerst landbouwkalk gaan we strooien. Dan gaan we slapen. Dan gaan we gras in zaaien. Of in ieder geval een gewas in zaaien. En aan de andere kant gaan we gras in zaaien. En dan zien we wel wat de dag brengt. Maar we kunnen natuurlijk, we hebben nu 379.000 euro. Dus in principe kunnen wij eigenlijk wel een grotere trekker kopen. Dat we in ieder geval 3 trekkers hebben. Een hele grote trekker is niet nodig, maar een leuke trekker. We kunnen wel even kijken bij middelgrote trekkers, want we hebben nu die Case Maxim. Een Massey Ferguson zou kunnen, of een Fast Track. En als we naar de grote trekkers gaan... 238, oké, dat wordt al direct hartstikke duur. De Terrace, de 9 serie. De MF 8700, 250.000 euro. Ja, het zal wel kunnen. Maar laat maar eventjes weten in de reacties, jongens. Welke van de grote trekkers moeten we kopen? John Deere kan uiteraard ook, dat maakt mij niet uit. Er zijn heel veel reacties dan op deze video. Maar laat eventjes in de reacties weten welke trekker we maandag moeten gaan kopen bij de nieuwe aflevering. Het is vandaag vrijdag. En in zaterdag en zondag wil ik eventjes geen Ravenport gaan doen. Maar in ieder geval iets anders. Ik denk ook nog Velsbrun. Maar laat eventjes in de reacties weten welke grote trekker we moeten gaan kopen. En dan misschien hebben we maandag dan wel een goed nieuwe trekker. Wie weet. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we eerst eventjes kalk gaan strooien. En ik zit echt nog steeds te twijfelen. Die silo's, zullen wij die neerzetten? Ja of nee? Want het is zo ongelooflijk ver rijden naar de winkel. Ik weet niet of ik die toevallig al heb aangezet. Volgens mij niet. Nee, ik heb ze niet geactiveerd. Het is zo ongelooflijk ver rijden naar de winkel. En dat is gewoon zo jammer. Dat je daar zo ongelooflijk lang mee onderweg bent. Ja, dat vind ik jammer. Ja, 3000 liter hebben we denk ik niet genoeg aan. Maar daar komen we zelf achter. Want dit veld heeft kalk nodig. En dus wat we hier hebben geploegd, daar gaan wij gras in zaaien. En daarachter, of hier gaan we een gewas in zaaien. En wat we hierachter hebben gezaaid, dat wordt gras. Het hele veld moet gestrooid worden. Maar ik denk dat we eerst het veld gaan doen wat we nodig hebben. Wat ik wil gaan inzaaien. Misschien dat we ook wel voldoende hebben. Het zou het wel heel erg makkelijk maken. Dat we in ieder geval voor dit stuk voldoende hebben. En ik denk het eigenlijk wel. Het is maar een klein stukje veld, hè. Het is een heel klein stukje veld. Ja, dat maakt op zich niet veel fluit. Kijk, het hoeft niet natuurlijk alles, maar het mooiste is natuurlijk wel dat alles wordt meegepakt. Zo, en dan dit hoekje nog. Zo. Wat gaan ze daar weer over zeuren? Zo. Dan hebben we nog 800 liter en dan kunnen we het andere stuk veld nog, wat nu nog allemaal, wat allemaal aardappels waren. Maar dat moet binnenkort ook doen. Aardappels gaan poorten of suikerbieten gaan poorten. Dat zou wel leuk zijn. Nou, zet hem maar aan. Ja, of we gaan het gewoon helemaal inzaaien met iets, hoor. Dat mag voor mij ook. Ik denk dat trouwens ook wel beter is. Dat het gewoon geen grasveld wordt. Ik denk dat dat wel beter is. Nou, dan hebben we nog 63 liter. Ja, dat we het lange gedeelte gewoon gras doen. En het gedeelte wat je hier ziet, dat we dat gewoon gras gaan doen. En hij is leeg. Ja, ik denk dat we dat gaan doen. Koeien, die zijn behoorlijk aan het loeien. Die silo's wil ik wel heel graag plaatsen. Maar daar hebben we voorlopig alleen geen geld voor de grote trekker die we willen kopen maandag. Of wat we eventueel kunnen kopen maandag.
Oh hier, veld 24 en 25 is ook klaar, zie je dat? En veld 26 ook, dus daar kunnen we ook alweer oogsten, krijgen we ook alweer een klein beetje geld voor. Maar ik denk dat we daar maandag mee gaan beginnen. Zo. Ons havenveld. En het zool kunnen we oprapen, kunnen we daarin gooien. En ons sojabonenveld. En de sojabonen levert hopelijk lekker wat op. Dan gaan we even kijken tussen de contracten of daar nog iets leuks tussen zit. Och, een hele beeld. Cultiveren, veld 8 cultiveren. Hoe groot is veld 8? Boyen, ja joh. Balen maken. Gebruik je eigen apparatuur, kunnen we in principe doen. Dan krijgen we 2600 euro. Balen maken, veld 1 balen maken. Maai het gras op veld 1, droog het met een schudder, maak een balen van, breng de balen naar de hooizolder. Daar hebben we 6800 euro voor, dat is wel veel hoor. Veld 1. Veld 1 is helemaal boven in de map. Dat is wel veel. Maar ja, laten we allereerst eventjes gaan slapen. Tenminste als dat kan. En dan gaan we dat veld inzaaien. Goedemorgen! Ik heb een beetje te vroeg de tijd gezet. Sorry, goedemorgen dames. Het is 3:30 in de ochtend. Ja, het is een beetje vroeg, maar dat maakt niet uit. Right, laten we direct met de dirt eens eventjes gaan zaaien. Er staat in Holland voor, dus die doen we heel aan de kant. Zo. Ja, binnenkort hebben we dus... we kunnen trouwens ook een T-surfen doen of zo, weet ik veel. Maar laat maar eventjes weten in de reacties wat we moeten doen. Of zet ik deze precies voor de bison, hè? Nou ja, maakt ook niet uit. Want de bison hebben we ook binnenkort nodig. Zo, saaimachine aankoppelen. Als ik het een beetje kan zien, tenminste. Er zit wel een bak aan rood licht hier op deze trekkers, hè? Mooie. Right, eens even kijken. Wat zullen we hier gaan inzaaien? Ik denk koolzaad. Eerste stukje, we kunnen zelf gewoon inzaaien, dat is op zich geen probleem. Het is maar een klein stukje. Dus in principe. Ik hoop ook dat we genoeg zaad en dergelijke hebben, daar ga ik wel vanuit. Nou, koolzaad zaaien. Kijk, die deur die trekt me gewoon weg alsof niks is, zie je dat? Zoals gehoord. Mooi. Ja, we gaan eventjes een rondje rijden. Dit is wel heel erg naar. Wat er nu gebeurt. Oh, ja, dit vind ik te zwaar. Ja, maar wat wil je met zo'n rare heuvel? Dat is wel echt jammer hoor. Dat hetgene is met het, hoe heet dat? Als je een bepaald voorwerp neerzet. Dat is wel heel erg jammer dat ze dat zo hebben gedaan. Zo, het is niet de grootste zaaimachine. We hebben natuurlijk wel een grotere genomen, maar qua werkbreedte is dit niet echt groter. En ik zaai een beetje heel erg scheef, ik weet het. Maar dan gaan we straks aan het einde, gaan we daar wel eventjes overheen. Eventjes omhoog. Dan gaan we hier langs. Het is maar een heel klein stukje veld dit. Dan ben je zo mee klaar. Maar zodra dit allemaal mooi is ingezaaid, kan het weer allemaal mooi groeien. Alleen ja, ik had de tijd niet helemaal goed gezet. Dat is een beetje jammer. Luister, je bent heel erg slordig aan het zaaien. Je kunt er wel normaal zaaien, of niet dan? Moet je kijken hoeveel je mist, joh. Ongelooflijk. Nou. Het ziet er een beetje apart uit, want ja, het lijkt net of die zaaimachine breder is, maar dat is die niet. Qua wat je kunt zaaien. Dat is die niet. Er zijn nog trapjes aan de linker en... Hou je mond, ik ben aan het opnemen. Maar er zitten trapjes aan de linker en aan de rechterkant. Dus daardoor lijkt hij eigenlijk breder. Maar dat is die niet. Een saaie doe ik ook niet zo vaak. In principe is hij eigenlijk bijna net zo breed als die trekker zelf. Dus vanuit de cabine moet, als het goed is, geen probleem zijn.
dit veld klaar. En het begint ook in één keer licht te worden. Maar ik zit even te kijken. Hè. Moet er hier nog iets aan gebeuren? Nee, het is verdroogd. Dus we zouden eventueel, als het goed is, zouden we direct al... Want dit is natuurlijk een direct drill. Dan kunnen we direct meer zaaien. Als we het eventjes bijvullen met mest. Want we hebben kunstmest. Dan kunnen we dat alvast gaan inzaaien. Want het, zoals je ziet... Het koolzaad is al aan het groeien, joh. Dat gaat niet snel. En daar hebben we twee hele mooie velden wat we kunnen oogsten. Dus dan kunnen we de combine eventueel ook wel klaarzetten als het moet. Maar ja, we hebben hier nog een aantal kunstmest pellets. Eigenlijk, ja, of we moeten, of ik moet die, hoe heet dat? Of ik moet een keertje die silo's neerzetten. Of ik moet gewoon eventjes een hele soort aan die pellets inslaan. Een keer. Maar wat dan het makkelijkste is, dat weet ik zelf eigenlijk ook nog niet echt. Als ik heel eerlijk ben. Wat nou het makkelijkste is om te doen. Ik hoor dat we hier ook alles een beetje kunnen inzaaien. Want dit is echt één grote bende. En je hebt ook allemaal onkruiden. Volgens mij, als je er met de saaimachine overheen gaat, volgens mij gaat het daar niet weg. Maar daar komen we zelf achter. Kijk, het onkruid blijft gewoon staan. Dat is toch raar. Dat onkruid, dan moeten we straks eventjes gaan sproeien. Maar dat komt wel goed. Dus dan moeten we de dirts echt heel hard aan het werk hebben. Maar die moet beeldje op, beeldje af, beeldje op, beeldje af, beeldje op, beeldje af. En dan moet een hele aparte... Oeh, ik hoop dat dit goed gaat. Het trekt er wel, maar ik bedoel met het, ook met het zaaien. Maar volgens mij wel, hè. Ja, als dat allemaal gras is, dan ziet het er gewoon heel stuk mooi uit. Even werklampen aan doen. Al dat onkruid. En nou, ik moet zeggen, ik vind het er wel netjes uitzien, hoor. Dat dat ook zo goed is gegaan, dat vind ik nog wel knap. Ja. Het is mooi als dit straks allemaal gras is. Dan komt het heel perfect uit. Ik vind het alleen vreemd. Er zit hier een cultivator op, hè. Maar waarom dat onkruid niet weggaat als je er met de zaaimachine eroverheen gaat, dat vind ik een beetje vreemd. Dat kan ik zijn, maar dat leek mij toch niet. Maar ik ga er met de zaaimachine overheen en dit is een direct drill. Dat houdt in dat hij dus direct kan inzaaien. Er zitten ja, een aantal schijven zitten voorop, waardoor je dus direct kunt inzaaien. En dat is wel heel erg prettig om te hebben. Dan hoef je niet eerst te cultiveren of te ploegen. Omdat deze zaaimachine dat al heeft namelijk. Maar ja, waarom dan die... Ja, dat het onkruid niet weggaat, dat vind ik een beetje vreemd. Maar goed. Ik hoop dat dit ook goed gaat. Dit is een hele stelle heuvel. Ik hoop dat de dirt het ding op kan. Nee, wat is een dirt? Die moet dat toch wel kunnen. Hutsa, kelke. Hutsa. Kijk. Dirt heeft power, hè. Mooi. Dan kunnen we dit even mooi inzaaien. Dan hebben we namelijk de velden even mooi afgezonden van elkaar. Met gras en gewas. En ik weet dat ik... We gaan zo meteen de andere kant op, hoor. Maar omdat we hier nog stukjes hebben wat nog gedaan moet worden. Doe het even op deze manier. Nou krijgen we weer een stelle heuvel. Ik denk dat deze het heel lastig krijgt. En die zaaimachine pakt hem ook niet. Zie je dat? Dus dan moeten we eventjes via een andere kant doen. Eventjes, ja zo. Ik weet niet of hij hem zo pakt, hoor. Lijkt mij haast wel dat hij hem zo pakt. Maar kijk, zo pakt hij hem wel. En dan dit stuk nog. Kijk toch eens, wat mooi. Ja, dan hebben we het gras gewoon helemaal, of het veld helemaal mooi ingezaaid met gras. Dat is wel prettig. Zo, en dan het laatste gedeelte van het veld. Park open neer. Dan moeten we alleen nog even onkruid sproeien. Zo, en dan even aan deze kant. Ik hoop dat ik het ook goed doe, dat ik het wat we al hebben ingezaaid, dat we dat natuurlijk niet weer vervangen voor het gras. Dat hoop ik niet.
Nou, er ligt een knuit, want het bord ligt. Kunnen we het even inzaaien en dan moet even de sproeier ophalen. Oké, dat is eventjes een dingetje. Dit hoekje, dat wordt heel erg lastig om mee te nemen. Maar in principe hebben we de rest van het veld hebben we nu ingezaaid, zoals je ziet. Dan hebben we hier nog een klein stukje. Hier ben ik nog een stukje vergeten. En hier. Zo. En dan moeten we alleen nog eventjes de sproeier aankoppelen. Dat we in ieder geval onkruid kunnen sproeien. Dat het onkruid daar ook weg is. Dus dan parkeren we de zaaimachine weer eventjes. En die deurtje doet goed zijn werk hoor. Dit is ook wat meer pk dan wat we gewend zijn, hè. Dat is ook wel prettig. En dan misschien maandag dat ik kan zien welke trekker we moeten gaan kopen. Oh. Dus hebben we vandaag een nieuwe aankoop en maandag waarschijnlijk een nieuwe aankoop. Laten we de Nieuw-Holland gebruiken voor de spuit. Er zitten nog dikke banden onder, ik weet het. Maar ja. Ik hoor dat Nieuw-Holland ook kan trekken, want ik weet zo 1-4-3 niet waar ik dat gewicht heb geladen. Die spuit is best zwaar namelijk. Maar ja, deze Nieuw-Holland kan meer tillen volgens mij dan die Valtra, dus. Ik hoop dat het een beetje meer zit. Oh, nee. Waar is dat gewicht? Moet ik eerst weer dat gewicht gaan zoeken. Ik kan me ook niet herinneren waar ik de ding heb neergelegd eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Waarschijnlijk niet zo heel ver, maar... Ik weet mijn god niet waar. Oh jee. Gevonden. Sproeien aankoppelen. En ook uitsproeien. Nou. We kunnen nu nog, als het goed is, over het veld in, zonder dat we het plat rijden. Ik denk dat die sproeien in één keer dit hele stuk mee kan nemen, weet je dat? Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Scheelt weer. Alhoewel. Ja, volgens mij wel. Sproeien wat hoger. Volgens mij komt het perfect uit. Ah, moet je kijken. Komt perfect uit. Wat mooi. Ja, maar is het onkruid hier namelijk ook weg. En dan hoop ik dat het ook weg blijft. Zodat we niet nog een keertje hoeven te gaan spuiten. Maar het is maar een heel klein beetje wat gespoten moet worden. Maar het moet wel gebeuren. Vanwege zowel de opbrengst als als je naar het veld kijkt vol met onkruid. Ja, dat ziet er natuurlijk niet uit, hè. Oh, even over de heuvel heen. Wops, een keer. En dan deze. En volgens mij hebben wij alleen daar vooraan hebben nog een klein beetje onkruid. En dan mag dit ook lekker groeien. Ik hoop dat die Nieuw-Holland het ding op kan. Mag dit veld ook lekker groeien. Met gras en koolzaad. Dan moet het helemaal goed komen, dacht ik zo. We hebben hier nog een klein beetje. Dat kalk, dat wordt weggespoten. Kijk toch eens. We daar nog een klein beetje onkruid. Gewoon even overheen. Zo. Dat was het onkruid. Mooi. Dan kan het ook gaan groeien. Tenminste, dat hoop ik. Dat het even lekker gaat groeien. Met een extra klein stukje gras als het nodig is. Dan kunnen we trouwens dat stukje. Kunnen we trouwens wel met voorlaten of met trekken en de oprapwagen gebruiken als het moet. Dat is misschien ook wel een goeie. Nou, dan zetten we deze weer terug en dan. Het is wel vervelend dat die heuvel daar precies zit. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Zo, even hier tussendoor. Oh. En hier langs. Zo. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 19 Ravenport. Mocht je dit een leuke video vonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!